Krakersgroep Jan 10 bezet pand aan Modestraat. Steeds meer vraag naar eigen gastanks. Een oprichter van Stadspartij Nijmegen overleden. In de Nijmeegse binnenstad heeft de krakersgroep Jan 10 maandagmiddag opnieuw een pand gekraakt. Het gaat om het voormalige onderkomen van lampenwinkel Kersten Jansen aan de Modestraat. De krakers hebben spandoeken opgehangen met teksten als 2 keer zoveel daklozen in 10 jaar, kraken gaat door en we willen gewoon praten. Nou, het pand staat al bijna 4 jaar leeg. Het is centraal gelegen, het is ruim. En we hadden een manier gevonden om naar binnen te gaan. Ik kan geen vraag beantwoorden over hoe we naar binnen zijn gegaan. Maar we zijn een paar dagen geleden naar binnen gegaan hier. En hebben toen bijvoorbeeld foto's gemaakt van de binnenkant. Als bewijs dat we er al zijn. Zodat de politie niet kan zeggen dat we op heterdaad betrapt zijn op inbraak. Mm-hmm. En dan is het die foto's posten op Twitter. En nu hier banners eruit hangen en zo. En bekendmaking. Met hoeveel mensen zijn jullie? Het collectief in totaal, ik denk ongeveer 20, 30 mensen of zo. We hopen ook door media en zo erbij te halen en mensen hier te hebben die een beetje toeschouwer zijn, dat de politie zich aan de wet houdt en erkent dat we hier huisvrede hebben en dat het dan op een rechtszaak uitkomt uiteindelijk. Ja. En dan is het vanuit daar weer verder kijken. Maar we hopen natuurlijk hier te kunnen blijven. Ja. Propaangas. Veel mensen gebruiken het zonder dat ze het doorhebben. Denk bijvoorbeeld aan terrasverwarmers en barbecues waar je een gasfles voor gebruikt. Maar je kunt het ook gebruiken voor het verwarmen van panden. Dan heb je natuurlijk een grotere tank nodig, maar het is wel een stuk goedkoper. Steeds meer bedrijven en inwoners in het Nijmeegse buitengebied maken daarom gebruik van deze alternatieve energievoorziening. Energieleverancier Antagas merkt dat steeds meer bedrijven en inwoners in het Nijmeegse buitengebied van het aardgasnetwerk afgaan en overstappen op een eigen propaangastank. Dat deze alternatieve energievoorziening een stuk voordeliger is, heeft een duidelijke oorzaak. Het is heel simpel, omdat het Antagas propaan zeg maar niet door de pijp van Poetin komt. Dus Antagas haalt de propaan uit de raffinaderijen. In Botlek in Rotterdam en bij de importterminals. Dus het gas wat wij gebruiken komt niet via Rusland. Dus kan wereldwijd aangevoerd worden naar die afvallocaties. Dus we zitten niet echt gebonden aan die aardgasprijzen zoals voornamelijk dus gerelateerd zijn aan het Russische. Ja. Helaas zijn deze tanks alleen bestemd voor het buitengebied. Voor een plaatsing gelden er natuurlijk strikte veiligheidsvoorschriften. Tanks kunnen nagenoeg nooit binnen de bebouwde kom. Het is altijd normaal gesproken het landelijke buitengebied. Dat een tank, ook omdat je met een tank, dus een tankwagen moet hebben om die te leveren, heb je ruimte nodig, de afstanden, de veiligheidsafstanden tot de bebouwde gebieden eromheen. Zodat eventueel als er iets zou gebeuren, de tank niet te warm wordt. Ik stook thuis op aardgas. En ik weet eerlijk gezegd niet, de verwarming zal nu wel toch wel aanstaan. Ik weet met de gasprijs die ik exact aangereikt krijg niet. Op het moment dat ik een propaantank zou krijgen, dan weet ik de prijs op het moment dat het geleverd wordt. En ik heb een controle over die voorraad. Ik heb eigenlijk mijn eigen aardgasbel, maar dan in propaan. Dus ik kan op mijn tank kijken hoeveel zit er nog in, hoe lang kan ik er nog mee doen. Tikje zuiniger, tikje minder zuinig bij wijze van spreken. Dus je hebt er totale controle op. Hoewel het vroeger zo was dat propaangas plaats moest maken voor aardgas, is het nu andersom. Aardgas trekt langzaam terug en waar dat mogelijk is, wordt er meer gebruik gemaakt van propaan. Eigenlijk is het de ideale transitiebrandstof. En daarna komen er ook groene varianten aan. Net zoals er ook groene componenten aan benzine zitten. Groene componenten nu aan kerosine worden toegevoegd. Zo komen er ook een groene variant van propaan op de markt binnenkort. Ja. Misschien niet voor het standaardhuis. Maar je hebt natuurlijk ook een beetje de meer bijzondere huizen. Die moeilijker wil je ook de karakter van het huis niet aantasten. Dan zal er toch misschien toch gas nodig zijn om dit te kunnen verwarmen. Eigenlijk propaangas, het soort Zwitserse zakmes. Het kan overal voor gebruikt worden. Ja. Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe vluchtelingen naar Nederland gekomen. Natuurlijk uit Oekraïne, maar ook vanuit elders in de wereld. Om deze mensen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen, is in Nijmegen nu het Buddy to Buddy project opgezet. Afgelopen weekend kwamen alle deelnemers bij elkaar. We hebben
heel veel spelletjes, oud-Hollandse spelletjes. Dus dat is heel leuk voor de nieuwkomers. En we hebben een Dapke Night Workshop, dus iedereen kan lekker dansen straks. En we hebben live muziek, we hebben leuke playlistjes en drank en gezelligheid. In de loods van Stichting Hubert vond vrijdagavond het Buddy to Buddy Winterfeest plaats. Buddy to Buddy is een initiatief om nieuwe Nederlanders te helpen inburgeren. Als buddy word je op basis van gemeenschappelijke interesses aan iemand gekoppeld die je mee gaat nemen in jouw leven. Wekelijks ga je samen leuke dingen doen om ervoor te zorgen dat iemand zich snel thuis voelt in Nijmegen. Op het Buddy to Buddy Winterfeest komen alle duo's, maar ook buddies die nog geen maatje hebben, samen. Wij willen dat vluchtelingen ook de kans hebben om hun netwerk op te bouwen. En ook voor Nederlanders aan de andere kant om betrokken te zijn bij de komst van nieuwe stadsgenoten naar de stad. Iedereen kan meedoen, dus als je je opgeeft, dan kun je aangeven wat jouw interesses zijn, waar je naar op zoek bent en wat je leuk zou vinden om met jouw buddy te doen. En dan nodigen we je uit voor een informatiemoment en gaan we jou één op één koppelen op basis van jouw eigen profiel. Dus je krijgt echt een buddy in dat opzicht? Zeker, ja, individueel, maar ook dus in een community. Dus je gaat ook al die andere koppels ontmoeten tegelijkertijd. Rond de 30 koppels per ronde. Dus je gaat heel veel nieuwe mensen ontmoeten. En met jouw eigen buddy spreek je wekelijks af, als dat lukt. Ik sta hier naast Noor en Hamdala. Noor en Hamdala hebben al een traject gevolgd tot nu toe. En ik ga even vragen hoe dat voor jullie was. Heel gaaf. Echt heel gaaf. Ik denk dat ik er compleet zonder verwachtingen in ging. Dus ik weet niet zo goed wat ik verwachtte, maar wat ik gekregen heb is een vriend voor het leven. Dus dat is echt wel iets magisch. Om het zo maar... En hoe was deze ervaring voor jou? Ja, ik vind Buddy to Buddy heel gezellig. En ik ben heel blij met Noor. Dames en heren, volgens mij gaan we een typische Israëlische dans doen. En ik ga even meedoen. Het Buddy to Buddy project duurt 4 maanden in de hoop dat de gemaakte contacten daarna nog blijven bestaan. Mocht je zelf een buddy willen worden, dan kan dat nog. Eind januari start er namelijk een nieuwe ronde. Dat vindt plaats bij de Nijmeegse vinylbar Paak. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Ook anno 2023 worden er nog postzegelruilbeurzen georganiseerd. Maar hoe lang zullen deze nog bestaan? Voormalig raadslid, fractievoorzitter en tevens oprichter van Stadspartij Nijmegen, Albaar Hillen, is vrijdag overleden. Hillen, die naast als politicus en ondernemer ook in veel vrijwilligersfuncties in de stad actief was, kantte al jaren met gezondheidsproblemen. In 2018 nam hij na 16 jaar afscheid van het raadslidmaatschap. Bij zijn aftreden ontving Hillen een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls voor zijn jarenlange inzet als raadslid en voor zijn inzet bij tal van maatschappelijke organisaties. Albaar Hillen werd slechts 62 jaar. Inwoners van Bergharen kunnen tijdelijk in een bibliotheek terecht voor het kopen van brood. Het dorp kampt al een tijdje met het probleem dat er geen supermarkt meer is. Er zijn wel plannen om de vorige buurtsuper nieuw leven in te blazen, maar dit laat nog even op zich wachten. In de tussentijd leverde een bakker uit Druten al brood aan de lokale slager, maar ook deze is inmiddels gesloten. Cultuurhuis De Zandloper, waar de bibliotheek is gevestigd, zal nu het nieuwe verkooppunt van broodwaren zijn. De hoop is dat de nieuwe buurtsuper in het eerste kwartaal van 2024 de deuren zal openen. Miranda Rosmalen wordt de nieuwe centrummanager van Druten. Opvallend is dat zij momenteel ook deze functie bekleedt in Beuningen. In Druten volgt ze hiermee Nadine Huntink op, die tevens directeur-bestuurder is van RN7. Zij had de functie van centrummanager in januari vorig jaar al neergelegd. Inwoners van Laverna werden zondagmiddag verrast met een poffertjeskraam. Laverna is onderdeel van wooncentrum Lucifer op Alverna. In het pand wonen cliënten met dementie of somatisch symptoomstoornis. Met de poffertjeskraam wilden medewerkers het nieuwe jaar goed inluiden. De bewoners hebben lekker kunnen smullen. Ja, je verwacht het misschien niet, maar ook anno 2023 bestaan er postzegelruilbeurzen. In Wijchen komen iedere maand zo'n 55 zogenoemde filatelisten samen in wijkcentrum Noorderlicht om postzegels te veilen en te kopen.
Maar heeft de postzegelclub nog wel toekomst? Vorig jaar stopte een vereniging in Beuningen en in Wijchen daalt ook het aantal leden. Bravo, 3, 2 euro, 2. 2 heb ik, iemand meer dan 2? Dit is Mike Molle, voorzitter van de postzegelvereniging Wijchen en eens per maand ook veilingmeester. De tweede zondag van de maand, van 10 tot 1, hebben we bijeenkomsten. En dan worden 's morgens postzegels binnengebracht en die worden verkocht. Deze bijvoorbeeld komen uit Nederlands-Indië. En daar gaat het ook om de stempeltjes die erop staan. Mensen sparen dus de plaatsnamen uit Nederlands-Indië. Ja, en zo heb je van alles wat. Van postzegels uit Wijchen tot postzegels uit Indonesië. Het wordt allemaal geveild. Toch komen er ieder jaar steeds minder filatelisten op de beurs af. Voor de corona was het iets meer, maar na de corona, ja, we hebben toch een aantal leden die zijn we kwijtgeraakt. Mensen die ook nog bang zijn vanwege corona. Als je hier om je heen kijkt, dan zie je toch met name toch wat grijze oude mannetjes en hier en daar een oud vrouwtje. Maar helaas kunnen we jonge mensen niet dwingen om een hobby op te nemen. We zouden het wel ontzettend leuk vinden. We zien het vaak met ouders die dan hun kinderen meenemen. En dan gaat het 2-3 maanden goed. En dan ja, die kinderen die hebben dan toch andere hobby's. Liefst Netflixen of chillen of met de telefoon. Maar wij vinden het wel leuk als er jonge mensen komen natuurlijk. En daar is deze oudste vrouw op de postzegelbeurs het helemaal mee eens. Zou u het bijvoorbeeld jongeren aanraden om postzegels te verzamelen? Natuurlijk. Als ze het maar deden. Wat verzamelt u dan? Hoofdzakelijk Nederland, maar ook Europa zegels en persoonlijke zegels. Nee, niet. Oh, Indonesië vooral. Indonesië. En waarom bent u daar ooit mee begonnen? Nou, ik was in Indonesië. Ik was op Papua. En daar zag ik, kregen we veel post. En toen zag ik dat er zo verschrikkelijk veel verschillende zegels waren. En toen dacht ik, het is best leuk om ze op te sparen. Zeker, ja, we kunnen helaas mensen niet dwingen om te komen. Maar kom een keer en het is echt een leuke hobby. Zondag speelde NEC de eerste competitiewedstrijd van 2023. Tegenstander in een uitverkocht Gofferstadion was Ajax. Gelijk een lastige wedstrijd voor NEC, maar bij Ajax is het al enige tijd onrustig. De ploeg uit Amsterdam kwam voor de rust op voorsprong, maar NEC maakte in de tweede helft de gelijkmaker. Uiteindelijk bleef dat ook de eindstand, dankzij ook een uitstekend keepende Jasper Cillessen. Trainer Rogier Meijer was dan ook wel tevreden met dat resultaat. Nou, over het resultaat mogen denk ik zeker tevreden zijn. Uiteindelijk was het een moeilijke wedstrijd en dat kun je ook verwachten tegen Ajax, denk ik. Maar we hebben ons zeker in de tweede helft teruggeknokt in de wedstrijd, letterlijk en figuurlijk, denk ik. En dan, dan dwing je het ook een beetje af en dat is wel mooi. Ja, want de hele wedstrijd al, er lagen wel kansen voor jullie bij de laatste linie van Ajax. Ja, maar dat gevoel hadden we de afgelopen week al. Weet je, als we zelf gaan voetballen, dan krijgen we ook mogelijkheden. Alleen, ja, we waren hem ook te snel kwijt de eerste helft. Als we hem dan veroveren we hem eigenlijk in onze eigen 16. Dus de afstand zo groot. Ja, in de tweede helft deden we dat beter. En natuurlijk, je speelt tegen Ajax. Dus je wordt altijd een keer uitgespeeld en altijd een kans weggeven. Alleen, de tweede helft geeft meer voldoening. Ja. Dan moet het vuurtje een beetje opgestookt worden. Hè? Dat is bijna zeggen, uiteraard Tanane. Hoe vaak heb je in de tweede helft gezegd, doe dat niet? Geen één keer eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Nee, hè? Ik wel. Ja, dat snap ik. Alleen, het gebeurde daar ver van ons vandaan een keer. En ik vond dat het elftal daar ook goed op reageerde, want daar waren we allemaal bij. En ja, dat hadden we ook wel een beetje nodig. Een beetje vuur in het team en vuur in het stadion. Hij heeft de tweede helft denk ik uitstekend gedaan. Ja, wie het ook goed deed vandaag, vond ik, Di Mata in de spits. En Beloom met een goal. Ja, maar die doet het vind ik eigenlijk sinds... Sinds trainingskamp Spanje vind ik dat je merkt dat hij fitter wordt, dat hij beter weet wat er gevraagd wordt. Nou, dan wordt hij vandaag beloond met een goal en hij heeft heel veel gevochten met Timber en Rens om ballen te veroveren en ballen te winnen. Ja, dat is wel prettig. Ja, en een keeper in bloedvorm hè, vandaag weer achter je. Echt ontzettend goede reddingen vandaag. Ja, maar de kwaliteit van Jasper die staat buiten kijf denk ik en die kennen we allemaal. Maar vandaag heel belangrijk voor ons. Het was vandaag van alles wat, af en toe een bui, maar gelukkig ook voldoende droge periodes. En soms kwam ook even de zon door.
Die wisselvalligheid zal de komende dagen ook aanhouden. Morgen start de dag droog, misschien zelfs nog met een beetje zon, maar dat verandert snel. Richting de middag krijgen we te maken met een regengebied. Het waait stevig en die wind neemt meteen wat zachtere lucht mee. Het wordt morgen zo'n 7 graden in de middag tot ongeveer 10 graden richting de avond. Ook woensdag houdt die wind nog aan, maar zullen er minder buien zijn en komt ook de zon af en toe tevoorschijn. Maar het blijft wisselvallig, vooral de dagen erna is het een komen en gaan van regengebieden. Geen dry January dus voor wat het weer betreft. Tot zover het RN7 Regio nieuws van vandaag. Onze uitzendingen zijn terug te kijken op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op rn7.nl. En wij zijn er morgenavond weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!